Vandaag gaan we heerlijke Surinaamse kroketjes maken. En kijk eens hoe lekker dit eruit ziet. Yummy. Kijk eens, zien jullie de binnenkant? Heerlijk. Hey, vergeet niet om te abonneren op ons kanaal, dan vergeet je onze recepten niet. En dan kan je ze altijd terugvinden. Hè? En druk op het belletje, want dan ben je op de hoogte van wat we maken. Voor lekkers. Hey, en volg ons ook via onze Facebookpagina. Hè? Ja. Ja. Nou, we laten jullie even zien wat je allemaal nodig hebt om deze heerlijke Surinaamse kroket te maken. Nou, wat heb je nodig om de Surinaamse kroketjes te maken? Als eerste gebruik ik 2 pakken paneermeel om ze straks te paneren. Daar hebben we ook 2 eitjes bij nodig. Ik gebruik ongeveer 700 à 800 kippendijfilets. Je hebt nodig 2 grote uien. Ik gebruik 1 Madame Jeannette of een Achuma peper, kan ook. Je kan ook de rode peper, het is maar net wat je daar lekker bij vindt. Uiteraard gebruiken we zout, peper naar wens. Ik gebruik de pimentballetjes. Ik gebruik de boter van Zeeuws Meisje. Soepgroenten. 3 maggieblokjes. 5 tentjes knoflook. Ik gebruik een smaakversterker. Ajinomoto. Je kan ook de vetsing gebruiken. Het is eigenlijk niet zo gezond. Je mag het ook weglaten. Wij gebruiken het wel om de smaak nog sterker te maken. Zelfrijzende bakmeel. Ik moet even kijken hoeveel we nodig hebben. Meestal ongeveer de helft. Maar dat ligt er maar net aan hoe dik het mengsel wordt. Nou, dan kunnen we de keuken in. Deze uien zijn nu gesneden. Deze gaan we in het water doen. Het water is ondertussen aan het koken. En dan gaan we de kip even doormidden snijden. Nou, wanneer je de kip in de pan hebt gedaan, dan laat je dit lekker koken. Maar dat gaan we natuurlijk wel met alle andere ingrediënten laten koken. Dus daar doen we de knoflook doen we daarbij in. Gewoon heel. Daar laten we het lekker mee koken. De bouillonblokjes van Maggi, die gaan we er ook doorheen doen. En de laatste. Dan gaan we de piment er ook bij in doen. En dan gaan we gewoon wat korreltjes erbij strooien. Dan gaan we de ajinomoto gaan toevoegen. Smaakversterker. En dat doe ik ongeveer 2 theelepeltjes. Dat is voldoende. Als laatste gaan toevoegen is de peper. Je kan een halve doen, je kan ook een hele doen. Ik ga in dit geval een halve doen, want anders vind ik hem te pikant. En de kinderen willen ook graag mee eten. Dus ik doe een halve. Dit laten we zo even lekker 20 minuutjes koken, een kwartiertje.
Straks halen we de kip eruit. En die doen we in de blender. Om het nog kleiner te maken. Maar dat doen we straks. Het ruikt nu al heel lekker. Wauw, de kippen zijn gaar. Ze hebben hier lekker in kunnen koken. Wat we nu gaan doen. Ik ga de kip. Maar ook de knoflook erbij. Ga ik in de blender doen. Ik kan het wel even laten zien. Kijk, dan heb je allemaal kleine stukjes. Nou, ik haal gelijk de pimentkorrels eruit. Want we willen natuurlijk niet al die pimentkorrels. Het is meer voor de smaak, hè? Dat hij de smaak heeft gepakt, heeft lekker gekookt. Want we willen die pimentkorrels natuurlijk niet terugvinden in de kroket. Dat zou wel een hele sterke smaak worden. Nou, dit is nu natuurlijk gewoon een bouillon. Hè? Iemand hier heeft de kip ingekookt met al de kruiden. Daar gaan wij de soepgroenten in doen. En dan gaan we zo de boter ook toevoegen. Zetten we dit weer even aan de kook. Nou, dit heeft even gekookt, 5 minuten. Het heeft er lekker ingetrokken. We gaan nu de boter erin doen. Nou, een half pakje boter erin gedaan. Dit is lekker gesmolten. Nou, dan gaan we de kip toevoegen. Nou, die is in kleine stukjes geraakt. Er zitten nog wel wat pimentkorrels bij, maar die zal ik zo meteen nog verwijderen. Kip erin. En dan hier het door elkaar mengen. Zodat het die lekkere smaak mee pakt. Kijk eens, heerlijk. Ik ga nog wel even een paar pimentpoeders eruit vissen. De pimentballetjes, die willen we niet terug in de kroket. Als jullie kunnen zien, heb ik ook nog even een beetje zwarte peper toegevoegd. Roer ik er nog even doorheen. En dan gaan we de zelfrijzende bakmeel erin doen. Dat ga ik nu doen. Je ziet dat het niet meer aan de pan plakt. Zo ziet het er ongeveer zo uit. Dan is het klaar. We zijn al een beetje aan het rollen geweest. En dan gaan we de laatste ook nog even rollen. Ik gebruik altijd een folie. Dan lukt het voor mij wat makkelijker. Rollen. Druk ik de zijkantjes even aan. En dan is het klaar. Dat zijn ze ongeveer zo. Niet te groot hoor. Deze zijn eigenlijk best nog wel groot. Zo. Ik doe er altijd een klein beetje water bij. Zo, nog iets dunner te maken. Zo. En dan gaan we beginnen. Nou, wat ik dan als eerste doe, is ik ga eentje pakken.
Die dip ik in de ei. En dan kan dit lekker eraan blijven plakken. Dan doe ik de paneermeel eroverheen. En dan is het klaar. Ja? Wat je kan doen, je kan hem twee keer paneren of één keer. Het ligt er een beetje aan hoe krokant je hem wil hebben. Maar dat zou wel kunnen. Ik ga deze nu allemaal draaien en dan gaan we ze even bakken. Kroketjes ga ik nu lekker bakken in de olie. Ga ik ze af en toe een klein beetje draaien. Nou, totdat ze goudbruin zijn, dan kunnen ze eruit. Laat ik jullie zo het eindresultaat zien. Nou, kijk eens. Hier zijn ze. Zien ze er niet heerlijk uit? Jam, jam, jam. Ik heb eventjes eentje doormidden gesneden. Kunnen jullie de binnenkant ook nog even kijken? Lekker, lekker, lekker. Echt zo yummy. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Kom jongens, we gaan lekker eten. Gaan jullie ook eentje proeven?